Vroeger was ik slechtziend en zodanig slechtziend dat ik iets wat ik wilde lezen of bekijken op ongeveer 10 centimeter afstand moest houden van mij. Toen kreeg ik altijd onvoldoendes voor topografie omdat ik het overzicht van de kaarten miste. En dat voelde heel erg buitengesloten. We gebruiken kaarten niet alleen om te oriënteren. Ze helpen ons ook om de context van bijvoorbeeld het nieuws beter te begrijpen. Of van zelfs iets eenvoudigs als de regionale weersverwachting. Zelfs in je eigen buurt bieden kaarten inzicht over een nabijgelegen winkelcentrum of gewoon leuke plekken om met vrienden te ontspannen. Maar zonder gezichtsvermogen blijft het moeilijk om alles volledig te beleven. Voor mij is het lastig om me te oriënteren in een omgeving. Zeker in grotere omgevingen, grotere gebouwen en openbare ruimtes. Voor mij zou het handig zijn om een beter inzicht te krijgen in mijn omgeving door middel van een voelbare kaart. Al meer dan 200 jaar worden voelbare kaarten met hout, draad en spijkers gemaakt. Tegenwoordig worden de kaarten digitaal gemaakt en afgedrukt op speciaal papier. De zwarte inkt zwelt op, waardoor een blinde gebruiker de verhoogde elementen op de kaart kan voelen. Toch was het tekenen van de kaarten tot nog toe nog altijd handwerk en daardoor heel arbeidsintensief. Om deze kaarten breder toegankelijk te maken, werken 4 Nederlandse organisaties samen om het ontwerp en de productie van voelbare kaarten te verbeteren en ze beschikbaar te maken voor een grotere groep mensen. De samenwerking met de 4 partijen is enorm verrijkend, want iedereen brengt vanuit zijn eigen expertise kennis in. Het kan gaan over de data op straat, de GIS-software, maar ook het maken van tactiele kaarten of het doen van gebruikersonderzoek. De sleutel tot succes is het betrekken van ervaringsdeskundigen. Door hen een belangrijke stem te geven in het ontwerpproces, draagt het eindproduct bij aan grotere onafhankelijkheid en zelfredzaamheid, zodat ze zelf de wereld kunnen verkennen. Ik heb nooit beseft dat bijvoorbeeld Duitsland zoveel groter is dan Nederland. Voor Nederland heb je een 1-vingertop genoeg. En voor de andere landen, bijvoorbeeld Duitsland of Frankrijk, heb je soms wel een hele hand of nog meer nodig. Zo'n voelbare kaart is ontzettend handig als ik ergens naartoe ga, gewoon puur voor de voorbereiding. Dat ik weet hoe een omgeving eruit ziet. Ik voel dat ik er echt weer bij hoor. Dat ik gewoon dezelfde informatie binnen kan krijgen als ieder ander. En dat voelt fantastisch. Ja. Nou, het is een mooie video. Die geeft al een hele mooie samenvatting van het project waar wij de afgelopen jaar alweer mee bezig zijn geweest. Maar ja, laat ik maar eerst even beginnen met mezelf voorstellen. Ik ben Tamara Visser. Ik werk voor Accessibility, waar ik me dagelijks bezighoud met de fysieke, sociale en digitale toegankelijkheid voor iedereen. Ik heb vandaag donkerblauw broek aan met een felroze jasje en ik heb krulletjes haar en ik draag een bril. En nu zullen jullie denken, waarom neem je me in hemelsnaam mee in je fashion choice van vandaag? Deze beeldbeschrijving maakt het eigenlijk voor mensen met een visuele beperking ook makkelijker om een beeld te vormen bij wie nu eigenlijk de spreker is. En maakt zo'n presentatie een stuk toegankelijker. En dat hebben we eigenlijk ook gedaan met dit project. Het toegankelijk maken van kaarten. Iets waar we natuurlijk allemaal, waar jullie ook dagelijks mee bezig zijn, om dat beschikbaar te maken voor iedereen. En dat kan je doen door bijvoorbeeld multizintuigelijk daarmee aan de slag te gaan. En je kan een kaart proeven of ruiken, maar we hebben tussen aanhalingstekens voor de makkelijke weg gekozen en hebben hem voelbaar gemaakt. En voor onze samenwerking en voor mij in het dagelijks leven is het vooral heel belangrijk dat we niet voor mensen dingen bepalen, maar en daarmee over mensen praten, maar juist met mensen praten en met mensen in gesprek gaan over hoe realiseer je een juist eindproduct. En een van die mensen die ons geholpen heeft in dit project is Arend-Jan. Ik ben Arend-Jan van Dongen, ik ben 67. Ik ben al jaren bezig met de problematiek van mobiliteit voor mensen met een visuele beperking. Ik ben zelf blind. En elke vorm van mobiliteitsondersteuning betekent voor mij verrijking. Verrijking in kunnen gaan doen, waar ik letterlijk zin in heb.
Mooi. Hey, wat is jouw rol geweest in dit project? Ik ben een lid van de gebruikerspanel van Accessibility. En word dan zeer regelmatig uitgenodigd om deel te nemen aan een test van een of ander product. Bijvoorbeeld websites van een supermarkt. Maar ook... Ja, ik dacht ik zelf toch even Albert Heijn noemen. Misschien krijg ik nog korting. Maar toen kwamen we op een gegeven moment, en dat sprak me heel erg aan, dit project van de samenwerking tussen Kadaster, Accessibility en vooral een bevlogen Vincent. En vooral de kracht van het samen ieders specialiteit gebruiken om tot een mooi doel te komen op mijn pad. Nou, ik ben met veel plezier regelmatig vanuit mijn woonplaats Vughten daarvoor naar Zwolle getogen om daar te mogen deelnemen aan alle discussies en alle zaken. En zo tot dit project te kunnen komen. Ja, nou ja, het is al duidelijk dat we heel veel informatie uit Arend-Jan daarvoor krijgen. Maar wat betekent een voelbare kaart voor jou? Een voelbare kaart voor mij betekent weer een stukje informatie over een stukje omgeving. Als voorbeeld, ik woonde zo in Vught, zoals ik net al zei. De eerste dag dat ik in Zwolle kwam, hadden ze het eerste prototype van een kaart, lieten ze me zien. Dat was dus mijn woonomgeving. Nou, ik woon daar nu 30 jaar. En wie schetste mijn verbazing dat ik ontdekte dat in mijn straat, waar ik dus 30 jaar al rondloop, heb mogen ontdekken dat de brandgangen niet recht tegenover elkaar zitten, maar scheef. En ik bij iedere keer oversteken maar denken dat ik scheef liep. Ja, dit helpt dus enorm bij het oriënteren. Ja. Je zei het al, ja, ik kreeg die kaarten te zien. Hoe lees jij een kaart? In dit geval, we spreken over zien, maar zien is waarnemen. En waarnemen neem je meer als alleen maar met ogen. Nou, ogen is voor mij niet weggelegd. Tamara kan wel een kaart bekijken door er met haar oog naar te kijken. En overziet dan in één keer de hele kaart. En gaat erin zoeken en pikt eruit wat ze wil weten. Waar zij bijvoorbeeld het zwembad kan vinden. Ik noem maar een voorbeeld. Ik zal dat met mijn vingers moeten doen. Mijn vingers kunnen lang niet zoveel tegelijk voelen als wat je met je oog kunt waarnemen. Lang niet zoveel qua informatie. Ogen kunnen bijvoorbeeld met kleuren wat doen. Nou, kleuren kan ik vergeten. Het gaat bij mij dus in relief. Om het simpel te zeggen, veel grofstoffelijker. Ik tast dus met mijn vingers de lijntjes af die op die kaart staan. En dan hebben ze voor onderscheid nog, kunnen ze ook maken met verschillende soorten lijntjes en verschillende soorten symbooltjes. Om zo in feite het overzicht in mijn eigen hoofd te maken van het deel waarvan de kaart dan is. Ja, dankjewel. Nou ja, dit soort feedback van Arend-Jan en van de anderen in ons project hebben we meegenomen in de verschillende prototypes. En nou ja, een van de belangrijkste dingen is dat we dus de informatie gedoseerd aanbieden aan iedereen. En nou ja, dat iedereen van de grove structuur daarna de details op hun eigen tempo kan ontdekken. Maar daar kan ik natuurlijk veel over zeggen. Maar Julian kan daar nog veel meer over vertellen. Ja, dat klopt. Want om Arend-Jan en anderen te helpen met het kunnen lezen van een kaart met de vingers, moet je de topografische informatie een stukje gaan filteren om dat gedoseerd aan te bieden, zodat ze eerst structuur kunnen opbouwen en daar details van het gebied aan kunnen koppelen. Daar kom ik zo nog even op terug. Ik zal me eerst even voorstellen. Ik ben Julian Nauta. Ik werk bij Stichting Dedicon aan het toegankelijk maken van bestaand beeld en tekst voor mensen met een visuele beperking. Nou ja, wat Dedicon normaal gesproken, zou ik even zeggen, doet, is nu op het scherm te zien. Dit is het Meisje met de Padel van Johannes Vermeer. Een denk ik best wel bekend schilderij. Die wij dit voorjaar ook toegankelijk hebben gemaakt. Nou, je ziet dat het kleurrijke schilderij wordt teruggebracht naar zwart-wit. Dat de belangrijkste contouren met een wat dikkere lijn worden aangegeven. En dat er een textuur is toegebracht om de schaduw aan te duiden. Nou, dit is de structuur waar vervolgens met een audio-uitleg details aan gekoppeld worden. Zodat iemand die het schilderij niet kan zien, toch mentaal een beeld kan vormen hoe dat er voor de rest uitziet. Waar kijken wij naar als we het over dit schilderij hebben? Nou, net als bij een schilderij moet ook bij een kaart
de belangrijkste informatie uit die kaart gehaald worden. En dat is wat je voelbaar gaat maken. Want voor ons zienden, ja, wij hebben kleur, we kunnen hiërarchie toepassen. Dingen staan wat op de voorgrond of achtergrond. Ja, dat werkt niet als je alleen maar met je vingers het papier kan aanraken. Dan moet je echt gaan kijken, hoe kan ik dit filteren, terugbrengen tot de belangrijkste informatie in één laag. En dat ga je weergeven. Want de resolutie van lezen, ja, zien met je ogen, die is gewoon veel hoger dan wat je met je vingers kan waarnemen. En daarom zie je ook dat er ruimte moet overblijven tussen de verschillende elementen. Dit zijn twee kaarten van een gebied in Arnhem. Voor wie het kent, dit is het Musus Concertgebouw en een deel van de omgeving. Helemaal links op de linkerkaart het oude centrum van Arnhem. Nou, dit is een, wat wij noemen, overzichtskaart en een detailkaart. We kwamen er al vrij snel achter, mede door feedback van Arend-Jan, dat je gewoon niet alles op één schaal kan weergeven. En je moet ook nog, als je met verschillende schaalniveaus gaat werken, die aan elkaar weten te koppelen. Dus we zijn gaan werken met twee vaste schaalniveaus, om het toch overzichtelijk te houden. En daarbij eerst een overzichtskaart. Je zag net al de eerste stap met alleen een stratenplan. En hier zie je aan de linkerkant de ingevulde kaart, waar gebouwen, parkland en water met texturen wordt aangegeven. Dit geeft het grotere gebied weer, waarin je vervolgens het detail kan plaatsen van in dit geval een park. Zodat je kan ontdekken wat de vorm van die vijver is. En dat in die vijver een eilandje ligt waar je, nou ja, nooit zal kunnen komen. Maar de rest kan het zien. En nou weet jij ook dat het er is. Als je eenmaal bepaald hebt wat je wil gaan afbeelden, dan komt natuurlijk de vraag, oké, dit staat nu op mijn scherm, hoe krijg ik dit onder de vingers? Nou, er zijn gelukkig heel veel mogelijkheden. Je kan een mal maken en daar een kunststof plaat overheen vormen. Ik hoorde vanochtend al een paar mensen hier de opmerking maken, oh, 3D-printers. Nou, dat is ook een mogelijkheid. Maar waar wij voor gekozen hebben is zwelpapier. En zwelpapier, dat is een speciaal papier met aan één kant een laagje wat reageert met zwarte inkt onder hitte. En dan zwelt het ongeveer 1 mm op. Ja, vandaar de naam natuurlijk. Je ziet hier een close-up van zo'n kaart met zwelpapier. Het is wat lastig te zien, maar het is natuurlijk vooral bedoeld om te voelen. Die 1 mm, dat geeft net dat verschil dat je dat dus kan voelen met je vingertoppen en die kaart kan gaan lezen. Nou, zwelpapier, eigenlijk alle techniek zit in dat papier. Dus je print deze kaarten met een gewone inkjet of laserprinter. En vervolgens hou je die door wat we noemen een zwelmachine. Het lijkt een beetje op een lamineerapparaat, hier ook op het scherm te zien. En dan gaat in seconden, wordt je kaart van een 2D, niet te voelen plaatje, wordt een tactiel iets wat Arend-Jan kan lezen en gebruiken. Nou, ik kan natuurlijk nog veel meer voorbeelden nu gaan laten zien en beschrijven. Maar ik nodig jullie vooral uit om straks op de beursstand even te komen voelen. Ogen dicht en echt even met de vingertoppen voelen hoe die kaart werkt. Voelen hoe een gebied in elkaar zit. Een klein beetje ervaren hoe het is om dat alles in één laag te moeten doen. Voor u gaat lunchen, geef ik wel eerst nog even het woord aan onze projectleider, Vincent. Dankjewel Julian en dankjewel Tamara en Arend-Jan. Misschien vergaat het u wel net zoals dat het mij vergaat, want ergens ben ik best wel heel erg onder de indruk van wat ik vanochtend allemaal gezien heb. We zijn allemaal bezig met data-gedreven werken en om dat voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk te maken. En soms is het heel high-end wat er gebeurt qua oplossingen, maar soms is het ook best wel heel erg eenvoudig. Gewoon een velletje papier met een speciaal chemisch laagje wat opzwelt door verhitting en wat daarmee voor iedereen beschikbaar wordt. En wat dan mooi is dat we juist door zoveel mensen samen te brengen, dat we elkaar kunnen inspireren en elkaar juist ook het zetje te geven om verder te komen. En daarvoor hebben we kennis nodig zoals de organisatie die Julian vertegenwoordigt. Dus hoe maak je nu media voelbaar? Maar ook hoe voer je nu goed gebruikersonderzoek uit? Zodat ook daadwerkelijk naar boven komt aan welke informatie Arend-Jan en Ellen en Anne uit de film behoefte hebben, maar ook wat voor hen werkt. En dat is zo bijzonder krachtig. Waar ik ook van onder de indruk ben, is van de persoonlijke verhalen. Wat het doet juist voor je als je informatie tot je kunt nemen op een voor jou geschikte manier. En wat we heel vaak zeggen, het is een beetje zo'n mantra wat in de geo heerst, is geo-informatie als water uit de kraan. Waarmee bedoeld wordt dat het eigenlijk vanzelfsprekend moet zijn dat je toegang hebt tot die informatie. En bij het kadaster zeggen we heel vaak,
Het staat zelfs in, als een van de speerpunten in ons meerjaren beleidsplan, geo-informatie voor iedereen. Maar als we zeggen iedereen, bedoelen we dan ook echt iedereen? Dus ongeacht welke beperking je ook hebt. En toen we daar zo over nadachten, en ik loop al wat langer met dit idee rond, en ik besprak dit een jaar geleden, sprak ik ook met een collega uit Zwitserland. Toen zei hij tegen mij, Vincent, iedereen is wel heel veel. So don't reach for the stars. Nou, zo gek willen we het dan dus ook niet maken. We gaan niet voor het universum. Maar geo-informatie, of dat nou van Rotterdam is, of van São Paulo, of waar dan ook, dat maakt niet uit. Het blijft geo-informatie. Dus waarom zouden we niet proberen om dit beschikbaar te maken voor de hele wereld? En ik wil graag afsluiten met een paar inspiratiebronnen. Als ik zeg, I have a dream, dan weet u over wie ik het heb. Maar het mooie wat Martin Luther King doet in zijn boodschap, is dat hij zegt dat zijn droom eruit voorkomt omdat all people are created equal. En dan maakt het niet uit welke kleur je hebt, wat je leeftijd is, wat je geslacht is of wat je beperking is. Als we een droom hebben, en mijn voormalige baas Marjolein Jansen begon vanmorgen ook al met die droom, en er kwam veel vaker, kwam die droom terug. Als we een droom hebben, laten we die er ook beschikbaar maken voor iedereen. En dat brengt me bij een andere inspirator. Dat is William Wilberforce. En waarschijnlijk kent u die niet, maar Wilberforce is in de 18e eeuw, in de begin 19e eeuw, is hij de motor geweest die uiteindelijk het voor elkaar heeft gekregen dat de Abolition Act in het Engelse lagerhuis is aangenomen. Dus het speelt in de tijd van de slavernij. En in 1794 wordt Wilberforce, toen was hij nog een jonge man, komt hij in het Britse lagerhuis. En juist vanwege een aantal persoonlijke ervaringen zegt hij, ik wil dat de slavernij dat stopt. En daarvoor is hij het gevecht aangegaan. Uiteindelijk heeft hem dat ongeveer zijn hele privévermogen gekost. En dat, hij was een welgesteld man, totdat hij uiteindelijk klaar was. En het heeft hem zijn gezondheid gekost. Maar in 1807, toen was het zover. Toen werd de wet die de slavenhandel afschaft, werd aangenomen in het Britse lagerhuis. Nou, Wilberforce was niet heel snel tevreden te stellen, dus toen ging hij nog door. Want de slavenhandel was wel afgeschaft, maar er waren nog steeds slaven. Het fenomeen slavernij bestond nog steeds. En daarvoor is hij nog jaren heeft hij doorgevochten. En een maand na zijn overlijden, in 1833, werd ook bij wet geregeld dat slavernij verboden werd. En nou zijn er twee inspiratiebronnen die ons denk ik twee dingen kunnen leren. Eén, we mogen heel groot dromen. En twee, we hebben ook vastberadenheid en vasthoudendheid hebben we nodig om die dromen te realiseren. En als derde, we kunnen dat samen doen. Want er zit zoveel kennis in deze zaal en ook zoveel motivatie om iets voor onze maatschappij te doen. Of dat nu op beleidsmatig of op technisch niveau is. Voor een speciale doelgroep. We zijn samen deze samenleving en daarin kunnen we samen iets doen. Dus zoals Julian jullie ook al uitnodigde, jullie zijn hartelijk welkom ook op de stand om de tactiele kaarten te voelen. Nou hebben we daar wat ervaring mee, want we mochten in San Diego mochten we ook wat presenteren over de tactiele kaart en hebben ook mochten een prijs in ontvangst nemen. Daar hebben we een uitnodiging gedaan en toen zijn we overspoeld door de mensen. Maar dat geeft niet, omdat we graag het verhaal met jullie willen delen. We hebben ook een aantal kaarten om uit te delen, zodat jullie het ook zelf kunnen ervaren en mee kunnen nemen. En wat dat betreft zou ik vooral ook zeggen, spread the news. Wij willen graag ook door jullie geïnspireerd worden en ja, kom gerust langs. Dus dan mag Jurgen weer het overnemen. Ja, dankjewel. Dankjewel. Ben ik te horen? Ja. Dankjewel Vincent, Julian, Arjan en Tamara voor jullie geweldig initiatief. En ook jullie mooie verhaal. Ik denk dat iedereen graag ook zo in de stand even wil kijken hoe dat eruit ziet en dat wil voelen. Het is nogmaals een fantastisch project en mooi dat jullie al zo ver gekomen zijn.
Ik heb wel even een hele praktische vraag eigenlijk aan Arend-Jan. Want hoe gebruik je nou zo'n voelbare kaart? Is het zo dat je thuis van tevoren die kaart gaat voelen en probeert in je hoofd te onthouden? Of is het iets wat je bijvoorbeeld ook meeneemt als je op weg gaat? Hoe werkt dat precies? Nou, je moet je het zo voorstellen. Ik wil bijvoorbeeld op vakantie. Dan vraag ik een kaart aan van de omgeving van waar mijn bijvoorbeeld hotel staat. Zodat ik in die directe omgeving goed de weg kan weten van tevoren. Hoe het stratenplan is, wat er in de omgeving aanwezig is. En dat sla ik gewoon in mijn hoofd op. Ik neem de kaart wel mee natuurlijk naar de plek. Maar ik neem hem niet mee onderweg. Dat is lastig. Ja. Om iets vast te houden in je handen wat flappert, dat voelt niet zo goed meer. Nee. Dus dat doe je dan niet meer, maar je hebt wel een beeld. En dat verrijkt je voor het totaal beleving van het gebied. En dan kun je dus met allerlei aanvullende hulpmiddelen dan je weg makkelijker vinden in die omgeving. Zelfstandiger. En dat voelt ook heel veel rijker. Ja. Ja, nou, mooi om te horen. Het lijkt me best moeilijk zo'n kaart uit je hoofd leren. Ik heb het nog nooit geprobeerd, maar dat lijkt me wel een interessante oefening. Oefenen. Nee. Oké. Nogmaals, enorm bedankt voor het initiatief en voor het verhaal. En het is te zien in de stand, dus ga er vooral even naartoe. Dank jullie wel.